We komen in de laatste rechte lijn. De Leeuw haalt hem uit de wind en komt nu in de aanval. Kashimaka komt aan de buitenzijde, maar lijkt op dit moment geboekt voor het derde geld. Daar komt Katjama. Die gaat overnemen in het midden van de baan. Capriduel vecht. Kashimaka komt. Prachtige strijd, maar het is paard nummer 7. Katjama die het gaat winnen. Tweede denk ik nog net Capriduel. Derde Kashimaka. En dat is voorlopig. Daar zijn de winnaars, dames en heren. Katjama en John de Leeuw. En die winnaars die gaan hier rond in een fantastisch nieuw record. Katjama had een record van 1.16.1, heeft nu een nieuw record van 1.14.5. Dat is ook nog een winrecord. Dan heeft trainer Bas Krebas woord gehouden. Hij zei hij gaat een tijd van onder de 15 lopen. En dat lukt inderdaad met deze Katjama. Deze dochter van Jean-Baptiste Duvivier uit Maya de Couvet. Gefokt in Frankrijk uiteraard. Onder de eigendom nu van de Spanghoever. Getraind door Bas Krebas en gereden door John de Leeuw. En dan... wordt de prachtige trofee uitgereikt. En dan praten we eerst even kort bij met John. Want John, het ging uiteraard hard in deze koers. Maar met nummer 7, je kreeg denk ik een heel mooie koers op de rug van Capriduel. Ja, die me mooi meegenomen tot het laatste rechtend. En dan moet je altijd maar hopen dat je nog iets over hebt. Maar dat had ik in dit geval, dus het pakte helemaal goed uit. En Bas had van tevoren gezegd, ja, hij gaat vandaag onder de rond de 1.15 lopen. Is dit ook echt een paard voor de mijl? Nou, dat weet ik niet. Ik rij zo voor 2000 meter of 2600 meter is het ook een knap paard. Maar het is net hoe je je koers krijgt. Dat is gewoon heel belangrijk. En vandaag was het natuurlijk een prachtig koersverloop. Start nummer 7 lijkt me toch voor zo'n koers best lastig. Ja, maar hij kan redelijk goed beginnen. En er gingen er 2 voor me uit en er sprongen er ook 2. Dus je kon mooi naar de rug van Ronald de Beer toe. Ja, en voor de rest was het eigenlijk een hele mooie koers, zoals ik hem kreeg. Dankjewel, en dat moet uiteraard de rijder ook maar voor elkaar weten te krijgen. Dan krijgt hij nog een aantal prachtige bloemen. Dan maken we nog even een mooie foto. En dan gaat de koers rijden, dames en heren. En dat betekent dat u een mooi en ovationeel applaus mag geven aan de winnaar van deze koers. Challenge de Vitesse, gewonnen door Katjama. Nog circa 100 meter. 50 meter nog. En de start is gevallen en het gebeurt aan de binnenkant. Want daar gaan 2 paarden heel hard weg en dat zijn de nummers 1 en 2. Donna de Vrie, Capriduel en helemaal aan de buitenzijde probeert naar voren te komen. Paard nummer 8, Bel Bonanza. Bel Bonanza komt hard naar voren. 3, we zien een galoppade van Eva Castel. Galop. Eva Castel springt weg. En ook een galoppade nu van paard nummer 1, Donna de Vrie. Ook een galoppade van paard nummer 8, Bel Bonanza. En dus hebben we hier in deze furieuze openingsfase heel wat paarden die daar het slachtoffer van zijn. En we komen in de rechte lijn voor de tribune en dat is Capriduel aan de kop van het veld. Die brengt het veld de rechte lijn voor de tribune in. Inmiddels weer gezet aan de buitenkant. Donna de Vrie. Die kon toch eens kijken of er nog wat te halen valt. Katjama ligt er prachtig bij op de tweede plaats. En daarachter is er dan ook nog Belot Normande. Die wordt op een lengte gevolgd in het tweede spoor door Bruyère Lotoise. En achter Bruyère Lotoise is er dan Kashimaka. Aan de binnenkant volgt Comtesse de Best met verderweg in het veld aan het nummer 9 van Delicieus d'Azur. Dat is de volgorde als de deelnemers de bocht ronden. Ze dadelijk op weg naar de overkant van de baan. En in zo'n 1609 meter koers betekent dat ze daar voor de laatste maal zijn. En aan kop van het veld nog altijd als een grootvorst. Capriduel heeft een lengte voor. Op de tweede plaats Katjama. En daarachter is aan de binnenzijde Belot Normande. En achter Belot Normande hebben we dan aan de buitenzijde Donna de Vrie. Maar die krijgt geen makkelijke koers. Aan de binnenzijde gaat wel heel goed mee. Die Bas Krebas met zijn Comtesse de Best. Die gaat naar de vijfde plaats. En lijkt nog wat over te hebben in handen van de trainer. En we gaan op weg naar de laatste bocht. Komt vanuit de start van het veld dan nu eindelijk de aanval van Kashimaka. Tom Kooijman in de overdrive. Hij komt in het buitenste spoor. Galoppade van Donna de Vrie. Daar zal Tom even omheen moeten sturen. En ondertussen gaan ze daar gewoon niet op zitten wachten. En is Ronald de Beer bezig met een inbraak op klaarlichte dag met zijn Capriduel. Heeft een anderhalve lengte voorsprong. Kashimaka op de tweede plaats heeft een koers op maat gehad. Dat zagen we aan die heikant in de vorige. We komen in de laatste rechte lijn. De Leeuw haalt hem uit de wind en komt nu in de aanval. Kashimaka komt aan de buitenzijde, maar lijkt op dit moment geboekt voor het derde geld. Daar komt Katjama. Die gaat overnemen in het midden van de baan. Capriduel vecht. Kashimaka komt. Prachtige strijd, maar het is paard nummer 7. Katjama die het gaat winnen. Tweede denk ik nog net Capriduel. Derde Kashimaka. En dat is voorlopig.